Allee, ik vind het eigenlijk wel tof dat we weer samen een keer op pad gaan. Ja, dat is goed. Wat, jij niet of wat? Jawel, maar ik snap dat jij dat tof vindt om met de Vins, de enige echte Vins, mee samen op patrouille te mogen gaan. Okay. Ik kan dat inkomen. Nu weet ik weer waarom dat ik dat niet meer zo vaak deed. Nu weet ik het weer. Je bent zo'n kapoen, hè, soms, echt waar. Sierra 110 voor dispatch. Begeef jullie meteen naar de Vredestraat 71. Daar zou een man in de garage aangevallen worden door een onbekende indringer. De echtgenote van dat slachtoffer heeft gebeld. Over. Wilco, we gaan er nu meteen naartoe. Houd je eruit. Ik zet een blauwe op. Welke straat? Het hoort in de Vredestraat. We hebben net een oproep binnengekregen dat er een bewoner in de Vredestraat net is aangevallen geweest door een indringer in zijn garage. We weten nu niet precies wat er aan de hand is, maar we gaan er nu meteen naartoe voordat het uit de hand loopt. Oh, ik hoor dat een beetje savoy is. Ja, ik ook. Vredestraat, hè. Ja, we zijn er bijna. Dispatch voor Sierra 110, we zijn net gearriveerd in de Vredestraat, over. Moet daar op het einde zijn, denk ik. Moet het die gast? Check eens een keer. Dag, zie. Direct als we arriveerden... Ik vertrouwde ineens. Ja, we kwamen aan en die vertraaiden plots. Ja, het is hier ook. Okay, kom hier juist van daar? Die man komt juist van dat huis. Van wat? Dat is sowieso onze aanvaller, hè? Dat weet je toch niet, kom, we moeten eerst die maar gevaar... nee, stel je voor dat onze aanvaller is. Kom, we moeten erachterna. Kom, bloks om. Ja, anders zijn we hem kwijt, hè? Okay, even checken en dan direct terug door. Gewoon even checken, ja. En nu die is weer aan het lopen. Goed, dan kunnen we die toch niet zomaar laten lopen? Ik kan die ineens laten langs de andere kant. Hoor. Even naar binnenweg. Dan kunnen we hem direct aan het einde van de strijd stoppen. Dat is hem, hè, sowieso. Dat weten we niet. Of hetzelfde geld zit er nog iemand binnen in dat huis. Oké, okay, direct als hij ons een blauwe zegt, begon hij wat te draaien. Ah, kijk. Kijk, die vertraagt weer. Ja. Die ziet ons blauw licht, die doet niks. Enkel iemand smeet op zijn geweten. Meneer? Meneer, politie, ik heb een paar vragen. Meneer, lokaal. Wat? Heeft hij geraakt? Nee, ik ben oké. Oh my god. Meneer politie, wapen neer. Ça va? Ja. Oké, kom, jij hier, geef je dekking. Ja, kom maar, go. Go, rap. Ik weet niet of ik hem geraakt heb of niet. Ik zie hem niet. Ik hoor niks niet meer. Nee, ik zie hem nu ook niet meer. Maar ben je ça va, hè? Ja, ik ben oké. Okay. Die leeft dus nog. Doe. Versterkingen. Dispatch voor Sierra 110. We liggen onder vuur in de Vredestraat. We hebben versterking nodig. Over. Dichter proberen te geraken. Kom. Ja, nee, we moeten wachten op de versterking, hè. Noerik, wacht niet op versterking. Ga gewoon achter die van. Kom, nu gaan die gewoon inrekenen. Kom. Okay. Kunnen deze. Okay. Klaar, ik geef u dekking. Yes? Oké, op drie. Ja. 1, 2, go! Broeke! Hoi! Ik kom! En? Ik zag hem niet meer. Oké. Wat doen we? Moeten we toch niet op de versterking wachten? Meneer, wapen weg! Wacht, ik hoor niks niet meer. Wacht, ik zal even checken. Ja. Zeg voorzichtig, hè. En? Ik zie niks. Niks, kom terug. Geen beweging. Ik zie niks, ik hoor hem niet. Oké, wat doen we? Dichter proberen te geraken. Ja. Zo biedt hij weg. Oké. Gewoon naar naartoe gaan. Wacht, jij langs rechts, ik langs links. Ja. Je pakt deze kant van de straat, ja? Oké. Oké, 3, 2, 1, go. Meneer, handen omhoog, wapen weg! Meneer, geef u over! Meneer, handen omhoog, meneer. Wapen weg, je bent omsingeld. Kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn en wapen neer. Je bent omsingeld, het heeft geen zin. Kom op, gast. Rustig. En kom maar rustig naar mij toe. Kom wapen? Maar. Ja, zijn wapen is op de grond. Kom maar rustig naar hier. En naar mij? Doe maar. Kom maar rustig, draai je om. Geen snelle bewegingen. Adam? Ja. Ga je fouilleren? Geen scherpe voorwerpen op u?
te zeggen. En wat is dat? Dat gaat u niks aan. Dat gaat mij niks aan. Dat gaat ons niks aan. Je schiet door de politie, dat gaat ons juist wel aan. Jullie hebben 2 minuten geluk dat mijn kogels op waren. Anders had je er nu nog maar gelopen. Ja, dat zal dat zijn. Wat een geluk hebben wij, zeg. Dispatch voor Sierra 110. De dringende versterking is niet meer nodig. De man in de Vredestraat is opgepakt. De ploeg kan die man wel meenemen naar het kantoor. Daar zullen wij die verder verhoren. Daarna gaan we ook even verder kijken in dat huis. Over. Dat is goed begrepen. Uit. Jij moet meekomen naar de auto. Kom, ik moet daar een beetje wachten. We waren naar hier gekomen omdat er een man werd aangevallen in zijn garage door een indringer. En toen we hier toekwamen, werd er opeens op ons geschoten. Maar gelukkig hebben we die schutter kunnen arresteren. Maar daardoor zijn we eigenlijk nog niet tot die woning geraakt. Dus we gaan er nu zo snel mogelijk naartoe. En we hopen vooral dat er geen gewonden zijn gevallen. Zit je mee? Ja. Voorzichtig, hè. Deze huis? Ja. En die garage staat nog open. Pas op, want er kan nog iemand binnen zitten. Ja, inderdaad. Hallo? Lokale politie! Is er iemand? Is er iemand? Oh my. Woont u hier? Ja. Schat, kom eens even. Ça va? Ja. Moeten we een ambulance bellen? Nee. Het is maar een kneuzing, denk ik. Maar... En? Amai, man. Ik ben hem te pakken. Wie dat? Ah, wel, die kerel dat ons overvallen heeft, je. Idem, want we hebben wel veel schoten gehoord ter trekken. Wacht, maar, zit er nog iemand binnen of niet? Nee, hij is weggelopen. Nee. Het was maar 1 persoon. Ja. Wacht, maar, even van het begin. Wat is hier allemaal gebeurd? Ja, ik was in mijn garage een beetje aan het opruimen. En ineens stond er een kerel, die kwam hier binnen en die sloeg op mijn gezicht. Ja. Om er iets te zeggen, sloeg die en die bleef maar slaan. En ik zeg, ik moet geld en juwelen hebben. Ja. En ja, dan heb ik mijn vrouw geroepen. Zeg, ja. Schat, kom even hier en geef die mens maar. We hebben braaf alles afgegeven en dan is hij gaan lopen. Ja, en hoe zag je eruit? Ja, die had zo'n beetje een onnozel snorretje zo, dat weet ik. Zo'n chic bordje. Een zwarte vest en allemaal zo rap. Ja. En heeft hij al bedreigd met een wapen? Nee, alleen maar met zijn vuisten. Nee. Oké. Okay. Nee. Je zei dat er juwelen weg waren? Ja. Zagen die juwelen dat er juist had? Ja, verschillende gouden ringen. Ja, gouden ringen. En okay. Kettingen. Ja. Ah, en mijn man zijn gouden horloge. Ja, een gouden horloge. Ja. Die was erbij. Met pensioen. Ja. Dan hebben we goed nieuws. Och, God. Is dat het? Ja. Oh, wat een pak van mijn hart. Amai. Ja, dat is een horloge, een schat. Ja. Die ringen, die ketting, zoals je zei. Ah, en dat pak. Fantastisch. Ja. Okay. Nog goed nieuws, hebben die gast kunnen oppakken. Wat een opluchting, dat is goed. En gelukkig dat u geluisterd heeft, hè, naar hem. Hij had een wapen bij. Ja. Toch? Ja. Dus heel goed gedaan. Hij heeft ons een paar keer geschoten, dus het vindt veel chance gehad. Die man die we daar straks op de straat zagen lopen, bleek inderdaad toch de dader te zijn van de homejacking. Ik was echt best aan het twijfelen wat we moesten doen, maar Noor heeft mij wel kunnen overtuigen om achter die gast te gaan. En dat was een goede beslissing. Nu gaan wij terug naar het commissariaat om die gast te verhoren. En hopelijk is hij een klein beetje spraakzamer geworden. Phew. Amai. Nee. Zeg, Noor. Goed om die gasten eens tegen te houden. Dat jij toch nog een klein beetje in de duim gedrongen. Ja, voor hetzelfde geld zaten wij hier binnen, was je gast weg. Dank je. Kom, naar de auto. Graag gedaan.